Een van de meest voorkomende problemen op internet, nou in ieder geval een heel veel voorkomend probleem op internet, is dat als je op een link klikt in een weblog post of een website, dat je dan niet daaruit komt waar je dacht dat je uit zou komen. Heel vaak krijg je dan een foutmelding. En dat kan komen omdat de link op het moment van het aanmaken van bijvoorbeeld het bericht of de pagina wel bestond, maar dat dan de site waar die link naar verwijst gewijzigd is. Bijvoorbeeld dat het bedrijf verdwenen is wat de site onderhield, of dat er andere software achter de site zit. In deze screencast wil ik je twee tools laten zien die je kunt gebruiken om te achterhalen of er zulke fouten in je weblog zitten. De eerste tool is een generieke tool, is van Google. De tweede tool is specifiek voor mensen die een WordPress-weblog hebben. Google biedt een heleboel gratis programma's aan. En een daarvan is het Webmaster Hulpprogramma. Dat kun je bereiken door als je op google.nl inlogt met je Gmail-account. En dan ga je naar instellingen, accountinstellingen voor Google. Daar krijg je een overzicht van alle diensten waar je gebruik van maakt of van gebruik kunt maken. En de Webmaster Hulpprogramma's is er daar eentje van. Nou, daar kun je al je weblogs, al je websites toevoegen. En dat doe je gewoon door op de knop een site toevoegen te klikken en daar een URL in typen. Ik zal dat nou niet helemaal doen. Google gaat er natuurlijk wel niet zomaar van uit dat jij de persoon bent die ook daadwerkelijk die website beheert. Daarom zit er een extra stap in. Die bestaat uit het downloaden van een bestandje met een redelijk lange unieke naam van deze site. Die moet je dan met FTP op je website zetten en Google gaat dan kijken of je dat bestandje inderdaad op jouw website stond. En dan gaan ze ervan uit dat de persoon die deze account heeft, dus jij dus in dit geval, ook daadwerkelijk de beheerder van die site is. Nou, je ziet, ik heb dat hier voor een aantal van mijn sites gedaan. Ook voor de nieuwe URL, ikdoblog.nl. En als ik daarop klik, dan krijg ik een overzicht van alles wat Googlebot vindt en terugmeldt en merkt bij het gebruik of later doorzoeken van mijn site. Bijvoorbeeld welke zoekopdrachten worden het meest gebruikt, of welke links zijn er het meest naar mijn site. Maar ook de fouten die optreden op het moment dat Googlebot probeert die site te indexeren. Nou, je ziet, er zijn er hier een aantal. In sitemaps is een specifieke. Een sitemap is een XML-bestandje waarin je een overzicht hebt staan van de pagina's die Google moet indexeren. Voor WordPress is het zo dat zo'n sitemap automatisch gegenereerd kan worden. En dat helpt Google dus bij het vinden van je berichten. Maar ook die niet gevonden is een hele belangrijke. Nou, laten we eerst even kijken naar wat hij bij In Sitemap gevonden heeft. Dan zijn er hier twee die heel opvallend zijn. Een category link en een tag link. En de ene komt in 12 pagina's voor en de andere komt in 58 pagina's voor. Ik weet niet precies hoe dit probleem ontstaan is. Waarschijnlijk door de import vanuit Nucleus. Maar toen ik dit uitprobeerde vanochtend, getriggerd eigenlijk doordat ze in dit lijstje op deze pagina stonden, leverden beide links inderdaad geen berichten op. Ik heb toen de category gewoon geopend in WordPress en opgeslagen zonder wijzigingen. En dat loste het probleem op. En als ik er nu op klik, dan laat hij ook gewoon netjes de categorie zien. De volgende keer dus als de Googlebot langskomt. Kijk, dit was op 9 januari en op 4 januari. Dus als hij weer volgende week of zo voorbij komt, dan zal dit probleem verdwijnen. Nou, hier zie je bij niet gevonden, daar staan er 47. Ook daar staan een heleboel berichten in. Een aantal van die links bijvoorbeeld verwijzen nu op een onjuiste manier naar Educast berichten. Ook dat had ik inmiddels geconstateerd en aangepast. En ook hier zal gelden op het moment dat dit opnieuw geïndexeerd wordt, die problemen verdwijnen. Dus je ziet hier dus gewoon een heleboel voorbeelden van fouten die de Googlebot tegenkomt. Het zal niet altijd makkelijk zijn om te ontdekken wat je eraan moet aanpassen. Hoewel je ziet hier bijvoorbeeld, dit was een link naar Marketing Facts. En omdat er geen HTTP voor stond, zet hij er de basis-URL van het bericht voor. Dus dat soort dingen kun je allemaal wel aanpassen. En als je wil weten waar dat in voorkomt, nou, dan klik je op twee pagina's en dan zie je dus dat dit het bericht is. En waarschijnlijk heb ik ook deze vanochtend aangepast. Want hier ergens
Nou, ergens in het bericht hier bij Marco Derksen, daar stond de link naar Marketing Facts. En inmiddels heb ik die dus al gewijzigd. En deze link moet weer werken en verwijst naar Marketing Facts. Wat je hier ook ziet, is dat hier een link staat waar een streep door de tekst heen staat. En dat is niet iets wat Google doet, maar dat is iets wat de plugin doet die ik daarvoor WordPress geïnstalleerd heb staan. Nou, daar wil ik ook even naar kijken. Voor WordPress is er een plugin die heet Broken Link Checker. Dat is gewoon een gratis plugin die je kunt vinden door in het pluginscherm te kiezen voor een nieuwe plugin en dan hier te zoeken. En dan installeert hij hem zelf. En wat die plugin doet, is hij gaat al je berichten langs en controleert één voor één alle links in die berichten voorkomen. Nou, hij heeft er heel wat gevonden al. 23.031 links met 18.603 unieke URL's. Hij is er 1922 heeft hij in de queue staan, want hij controleert ze eens in de zoveel tijd. En dan zijn er 1844 waarvan hij zegt van daar is iets niet goed mee. Dat zijn er heel veel, maar zoals ik al zei, dit is een oud weblog met veel berichten, bijna 4.500 over veel jaren heen. Dus ja, daar verandert nog wel eens het nodige. Nou, als je hierop klikt, krijg je een overzicht van alle broken links, die 1844. Nou, je ziet, het is een voorbeeld van een aantal van de oude berichten. Die hebben niet eens een titel. Dat zijn berichten die heb ik oorspronkelijk in Blogger gemaakt, daarna naar Nucleus geïmporteerd zonder titel en ook nou weer in WordPress. Dus dat zijn ook hele oude berichten. Ik zal er eentje pakken die iets minder oud is, of in ieder geval al een titel heeft. Nou, je ziet in het bericht EduTrip 2002, dat bericht kunnen we bekijken. EduTrip 2002 van inderdaad 1 november 2002 zit een link. Even laten zien. Die heeft als titel Engels en die verwijst naar de surfwebsite. Nou, die link is inderdaad stuk, zullen we zien als ik erop klik. Ja, staat lijkt niet te werken. En ik vind het aardig wel van de plugin. Ik weet op dit moment even niet wat ik met die link moet. Ik heb wel een vermoeden dat deze Engelstalige versie dat dezelfde is als daar. Dus ik zou die link daardoor kunnen vervangen. Maar als ik dat niet weet, kan ik hem gewoon zo laten staan. Hij is hiermee alweer duidelijk onderscheidbaar van alle andere links op die pagina. Kijk, deze bestaat blijkbaar wel nog. Hij verwijst nu gewoon naar de publicatiespagina. Dus het aardige is dat zelfs al heb ik er nu nog 1844. Die waarschijnlijk stuk zijn. Het is voor een bezoeker nu al meteen zichtbaar op mijn weblog dat een link waarschijnlijk niet werkt. Nou, zeker als er zoveel zijn, is het handig dat je kunt zoeken, zodat je ze groepsgewijs kunt aanpakken. Je kunt sorteren op of zoeken op linktype. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, laat me alle afbeeldingen zien. Dit zijn alle links die in afbeeldingen voorkomen. Je kunt ook zeggen van sla deze zoekopdracht op als een filter. Dat had ik voor de afbeeldingen al gedaan. Dus als ik even terugga naar het volledige overzicht. Doordat ik die zoekopdracht opgeslagen heb, kan ik hier nu gewoon kiezen voor laat mij alle afbeeldingen zien. En dan kun je ze gewoon stap voor stap doorwerken. Kortom, zowel Google als de Broken Link Checker maakt het werk, de hoeveelheid werk die je hebt aan het daadwerkelijk repareren en toch nog een keer checken van links die stuk zijn, niet heel veel kleiner. Het zorgt er wel voor dat je links kunt ontdekken die je anders niet zo makkelijk gevonden had. Ik weet gewoon dat er nu nog een heleboel zijn die niet werken. Mijn bezoekers, lezers, jullie dus, kunnen nu sneller zien dan voorheen dat een link niet werkt. En ik denk dat dat in ieder geval al een winst is. Tot zover.